Goedemorgen. Begrijp het lezen vandaag. We doen nog twee tekstjes uit les 6 en 7. Dat is midden in je katern. Les 6 en 7, ik kan een tekst samenvatten in een schema. Myanmar, Birma, Mata hebben we gedaan. We gaan naar Susanna uit Finland. Ik zorg ervoor dat je de tekst kunt beluisteren, want er staan een paar moeilijke woorden in. Vraagje 13. Zoek hoeveel maanden het sneeuwt in Finland. Zet in het geel waar de kerstman woont. 15. Wat is er zo bijzonder aan de winters in Finland? Streepje eronder. Middernachtzon, dat is bijzonder. Doorstreep en vul aan. Ik zou dit wel willen meemaken. Dan schrap je niet graag. Ik zou dit niet graag willen meemaken. Dan schrap je wel. Zou je graag een middernachtzon meemaken? Kun je ook heel kort vertellen waarom je dat wil meemaken en waarom niet of waarom niet? 17. Wat is een sauna? Zoek het op. Je weet dat je meestal achteraan in het katern een lijstje krijgt met moeilijke woorden. Daar vind je ook vast wel. Sauna. We gaan ook naar de Maasai in Tanzania. Kilimba. Vraagje 22. Ik lees een stuk verder of terug. Wat is een inwijdingsritueel? Een inwijdingsritueel. Je vindt het in de tekst. 23. Zou jij op je 13e klaar zijn voor een leven apart van je ouders? Zou jij op je 13 zonder je ouders kunnen leven? Ja, kun je ook misschien erbij schrijven hier bij 23, niet enkel ja of nee, hè? Vertel mij ook waarom wel of waarom niet. 24. Duid aan, markeer wat een jonge Maasai tussen 17 en 27 jaar doet in het geel. 25. Waarom zijn koeien belangrijk voor de Maasai? Onderstreep drie redenen. Ik ga er ook opnieuw voor zorgen dat de tekst te beluisteren valt, want er staan moeilijke woorden in voor sommige kinderen van jullie. Ja, succes!